Was je verrast over hoeveel beter jullie vandaag waren dan Manchester United? Ja, tuurlijk. We waren wel een beetje verrast dat we eigenlijk zo erg domineerden. We hadden in het begin van de wedstrijd, we hebben één fase op zich nog best wel moeilijk gehad. Ik denk een beetje rond de 20e minuut, toen hadden hun iets meer de overmacht. Maar ik denk gezien over de hele wedstrijd hebben wij gewoon goed voetbal gespeeld en laten zien. En ik denk dat wij misschien wel verdiend hadden om te winnen. Is het dan vooral teleurstelling dat overheerst in de kleedkamer in afloop? Ja, was wel teleurstelling, ja. Ja, zeker. Ja. We waren best wel timide, best wel stil. Dus dat duidt wel op een teleurstelling bij de groep. Ja, dat is weer een mooie ontwikkeling natuurlijk. Want dat had begin dit seizoen waarschijnlijk niet verwacht als je zegt AZ is teleurgesteld, ze gelijk spelen tegen United. Nee, daar heb je helemaal gelijk in. Ik denk dat het wel iets heel moois is om in onze rugzak te stoppen en voor onze jonge groep deze ervaring mee te nemen. En in principe hoeven we gezien deze wedstrijd voor niemand bang te zijn. En ik denk dat dat een hele mooie leermoment is en een mooie les is om mee te nemen. En zondag de witte gaan staan. Dus de afgelopen jaren was het natuurlijk niet altijd feest voor de Nederlandse clubs in Europa. Nu gaat het beter en jullie doen makkelijk mee, nog ongeslagen. Wat zegt dat over jullie ontwikkeling? Nou ja, ik denk dat wij gewoon als team zijn gewoon met een onwijs goede reeks bezig zijn. Goed seizoen aan het neerzetten zijn. We spelen mooi voetbal. We zitten mentaal sterk en goed in elkaar. We willen vechten. We willen ervoor gaan. Dus ik denk dat het gewoon iets zegt dat we gewoon echt een team zijn die ervoor gaat. En die alles op alles zet om wedstrijden te winnen. Ja, een logische vervolgvraag is dan, jullie staan maar één punt achter op Ajax en PSV. Kunnen jullie die twee clubs echt moeilijk gaan maken dit seizoen? Ik denk als wij zo blijven spelen en ons ding blijven doen, dan kunnen we zeker een poging wagen. Wie niet schiet, wie niet wint. Hè? Dus we gaan het gewoon proberen. We gaan alles aan doen om zo goed mogelijk in de competitie onszelf weg te zetten. En daarnaast de Europa League. Dus wie weet... Hoe moeilijk we de echte top van Nederland het kunnen maken. Ja. Zou je er geld op durven inzetten dat jullie serieuze kans maken op het kampioenschap? Nee, ik mag niet gokken, dus dat ga ik niet doen. Dat is verboden. Daar heb je gelijk in, heel goed. Heb je David de Gea nog gesproken? Ja, zeker. Voor de wedstrijd en na de wedstrijd nog even gesproken. David is een van mijn inspiratiebronnen wel. Ik vind het echt fantastische keeper. Ik heb het wel de afgelopen jaren best wel gevolgd en hij heeft ook wel een beetje een dal meegemaakt en onwijs hoge piekmomenten. En ik denk gewoon dat het fantastisch is hoe hij zich manifesteert en hoe hij zich ontwikkelt en wedstrijden speelt. En vandaag vond ik hem ook weer onwijs goed, dus aardig keepertje. Wat zeg je dan tegen hem? Ik feliciteer hem in ieder geval met een goede wedstrijd die hij had gespeeld. Ik zei dat ik hem dat ik volgde en dat hij het goed deed in ieder geval. Nog niet even te uitgebreid gesproken, misschien dat ik hem straks nog even tegenkom. Maar in ieder geval die momentjes even gepakt om met hem even te praten. Kende hij jou ook? Ik denk het niet, maar moet ik hem nog vragen, maar lijkt me niet.